We zijn hier in de korte business controllers opleiding. En die gaat eigenlijk over hoe maak ik als controller het verschil om van zeg maar traditioneel controller nu echt naar partner van de business te worden in mijn organisatie. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik op zoek was naar een opleiding die veel meer aansloot bij de praktijk. Wat je merkt in het cursusaanbod vanuit mijn eigen beroepsgroep, accountancy, is dat er heel veel theoretische opleidingen worden aangeboden en die nogal redelijk ver weg van de praktijk staan. En ik vond het cursusaanbod van deze opleiding wel heel erg aansluiten bij de praktijk. De vaardigheden waar we eigenlijk veel aandacht aan geven zijn persoonlijke vaardigheden. Over hoe kan ik nou veel effectiever invloed uitoefenen in mijn organisatie, zodat ik besluitvorming kan verbeteren. Waar mensen ook gewoon hartstikke blij mee zijn. De eye-opener voor mij is dat het niet alleen financieel gedreven is, maar dat je echt veel meer disciplines in huis moet hebben om een goede businesscontroller te kunnen zijn. Het verhaal achter de cijfers, de mens achter de cijfer, de mens achter de controller ook nog. En dat is leuk als je dit in een klassikale setting doet, is dat heel veel mensen van elkaar leren over wat ze in de praktijk tegenkomen, welke uitdagingen ze daarin hebben. Wat ik heel opvallend vond tijdens de cursus is dat de docenten erg veel leuke praktijkvoorbeelden kunnen geven. En ook wel heel vaak goed weten te raken dat een business controller heel veel andere dingen zou moeten doen dan dat ze op dit moment doen. Wat weer heel goed aansluit bij hoe ik dat zelf ervaar. Nou, het leuke is dat wij doen het met alle sectoren, omdat alle sectoren zo verschrikkelijk veel van elkaar kunnen leren. Alle sectoren zitten met dezelfde wens en uitdaging om een goede business partner vanuit financiële functie in huis te hebben. De kruisbestuiving, de kennisuitwisseling is over sectoren heel interessant. Erg leuke opleiding, met name ook wel door de leuke groep waarmee we werken. Er is vrij snel een grote vertrouwensband eigenlijk ontstaan. Waardoor je echt het idee hebt dat je vrij kunt praten en alles kunt zeggen wat je denkt. En er ook geen drempel is om vragen te stellen. En daarnaast de variëteit in onderwerpen die aangeboden zijn. Mensen die hier naar deze training moeten komen zijn mensen die echt in hun vaandel willen zetten dat ze die business partner willen worden om besluitvorming te ondersteunen, volwaardig lid te zijn van het managementteam. En echt een verschil te maken vanuit de financiële functie op waar de club, de onderneming naartoe moet. Als je dat graag wil, dan past deze opleiding heel goed.